kikkers en welkom hier op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dimitri Remers. Nog altijd. Ik ben hier nog even de laatste check-up bezig. Als ik alles heb, zal ik mijn masken, portefeuille, masken. Nog altijd niet gevonden. Nee. Nee, dan pak ik weer een ander masker even mee. Voilà. Dat ik die eens heb teruggevonden. Hè. Voilà. Ik ga nu eens stelkens van vertrekken richting mijn werk toe. Ik heb mijn mails gecheckt. De betalingen zijn in orde aan het komen, heb ik gezien. Dus dat is heel goed. En hopelijk is dat van X-Lang ook nog in orde. Ja. Goedemorgen. Oh, ik ben mijn lakens vergeten. Dat doe ik dan straks. Ik moet toch nog eerst langs hier komen om mijn vlog te uploaden. Dus dan kan ik ook mijn lakens gewoon nog aftrekken en dan moet het ook gebeuren. Haha. Dus doe maar buiten. Dus doe maar. Het heeft al geregend. Veel geregend de laatste tijd. Ziet dat dus wat lastig. Nou ja. Maar ja, ik ga zulke van eens vertrekken richting mijn wijk toe. Anders ga ik wel een klemmetje te laat komen en dat is ook niet de bedoeling. Allee, tot straks allemaal. Yo, 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 yo. Joho. Oh, het is wel fris. Hallo kijkers. Ik heb ergens mijn GoPro eens gezet. Ja, ik heb dus gedaan met werken, dus ik heb daar gestapeld, ontstickerd, de bussen uit de doos weer gehaald, citra, 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 je kent dat verhaal wel, hè. Maar het is ontzettend druk op de baan. Ah, het is file. Het is echt file. En dat ik even kan vloggen. Maar ik zie jullie allemaal wel straks terug. Zo, ik wou ook nog iets vertellen terwijl ik dus echt naar huis aan het rijden ben. Ik heb me ook al wat rechter gezet. Maar ik heb de beide handen zijn aan het stuur. En dan krijg ik nog niet eens de rooi vooruit. Ja, ik moet het nog wel gewend geraken hoor, mijn kabinetje. Vandaag, hè, mensen, wat een weer. Ja, ik heb zo'n dingen terug voor mijn raam terug omhoog te doen. Ik heb mijn verwarming ook wel aanstaan, maar man, niet te hard opzetten, want anders kan het hier wel iets rap te warm worden, hè, mensen. Ik ga nu rap eerst naar mijn thuis toe, mijn lakens aftrekken, dan ga ik naar mijn liever toe, dan naar mijn ouders toe. Oh. En dan nog s'avonds of straks moet ik dan haar ook nog terug naar huis brengen. Voilà, Sam. En sorry dat mijn moeilijke. Ja, ik noem dat ook eerlijk een moeilijke. Niet sneller kan optrekken. Allee, kom dan. Dankjewel voor mij even voorbij te moeten laten passeren. En achter vrachtwagens hangen, dat doe ik toch niet zo graag. Nee. Oh, echt waar.
Wie heeft deze wereld besteld, dames en heren? Wie van mijn kijkers? Hè? Zo slecht weer. Damn you. Ja, ik kan erover klagen. Ik had toch liever zon. Maar ja, het is door de week. Hè. Dan mag het wel eens slechter weer zijn. Maar ja, ik zie jullie allemaal straks terug, want ik ga mij echt verder concentreren op de baan. Plus, ik ga dan ook nog naar de muziek luisteren. Dus luister welke. Ken ik niet. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Zo, ik heb het ook in een short movie uitgelegd. Waarom dat de vlog van dat van gisteren niet online is gekomen. Ik zal het ook nog eens hier in mijn gewone vlog gooien. Kijk, dit is de Bolstoener. De LSC. Deze valt regelmatig uit. Ik weet ook niet hoe het komt. Men valt regelmatig uit. Tijdens het renderen van mijn vlog. Klein beetje KUT. Maar het maakt niet uit. Voilà. Daar zijn jullie dan ook op de hoogte. Dus ik heb nu mijn stekker. Dus waar ik stroom moet van aftappen. Normaal tap ik altijd dan hier stroom vanaf. Maar ja. Ik heb die nu rechtstreeks ingestoken in de muur. En dan wil ik ook nog mijn mama dankjewel voor deze spinaziepap. En nu denken jullie, zeg, waarom ligt dat bankkaart toch daar? Ja, ik ben ook even naar de winkel geweest. Naar de winkel voor wat ook boodschappen gaan te doen. En dames en heren, dag nummer 222. Kijk eens wat een fucking hell, klote weer. Ja, mensen. Het is echt niet leuk. Geen leuk weer. Lichten aan. Dank u. Prima, ik doe 9 lampen aan. Sorry. Ik hoop ook oprecht dat die vlog wel te goed in de render mode zit. Dus die moet nu nog. Eens even eens kijken. 13 uur en 29 minuten. Dus 13 uur en een half. En we zitten nu. Ik ga dat eens heel snel uittellen wanneer dat ik het echt kan gaan uploaden. Ik hoop het morgens vroeg. Anders moet ik mijn tijd opnieuw gaan veranderen en daar heb ik geen goesting in. Dus, het is nu 17 uur 45, 18 uur, 19 uur, 20 uur, 21 uur, 22 uur, 23 uur, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0, dan 10, 11, 12 uur. Oké. Wacht hè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 uur 45. Dat gaat een nip te worden. Want om 7 uur 20 moet ik de laatste vertrekken naar mijn werk toe. Mensen, echt waar, dit vraag ik nu. Fingers crossed dat het gaat lukken. Want je ziet, ik probeer echt telkens keer mijn best te doen om dingen te, echt in een goede banen te leiden. Maar dat lukt niet altijd. Dat lukt dus niet altijd. Dus, kwart na zes is hem klaar. Kwart na zes. De laatste kwart na zeven. En dan hoop ik oprecht dat alles is dan gelukt. Ik heb ook dan nog... heb ik ook nog in de winkel... wat heb ik daar gekocht? Just Choco. En de Choco was ook niet op.
Want ik zie dat hier nu liggen. Nutella chocopasta 1 kilo. €4,94. Dat is ook weer al €5, hè, mensen. Dat is ook weer al €5. En dan nu is het goed aan het mengen. Voilà. En wat ik u heb gezegd, dus die gele currysaus van gisteren is nu vervangen door spinazie. Bon appetit! Vandaag is er eigenlijk niet veel gebeurd. Nee, vandaag is echt niet veel gebeurd. Ik heb een dutje gedaan. Ik ben dan ook nog even naar Evelien en Glenn gegaan. Samen met mijn allerliefste schatje van de wereld. En nu ben ik terug naar huis aan het rijden. En ik ben zo moe. Ik moet denken, het is nog maar 21:25, 9:30 s'avonds. Wat hebben we bij Evelien gedaan? Jawel, jullie kunnen het raden. Het begint met de letter R en het eindigt op Umicup. Jee, jullie hebben het juist. Rumicup. Goed zo. Eens even kijken. Als ik kan afdraaien. Ja, mooi. Voilà. Maar. Ik ga jullie laten. Ik ga hier ook al de vlog mee afsluiten. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. En vergeet ook niet mijn belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Oh, jammer. Het is weer heel oranje en dan rood. Dus, dames en heren, mijn afscheidswoorden zijn yo. Wow, daar ligt weer water. Ik wil je toch nog een kleine update nog geven terwijl ik toch nog thuis ben aangekomen. Kijk, het is nu al 22:15. Het gaat een nip te worden om die morgen vroeg al in de upload te kunnen gooien. Het gaat echt een nip te zijn. Dus ik hoop dat je die 's morgens vroeg kan uploaden. Zo niet, dan wordt het dus echt naar mijn werk toe. Dus dan is het pas rond een uur of 4:30 dat ik die dan pas, 4:45 dat ik die pas dan in de uploads kan gooien. Dus dan is het pas online rond een uur of 6. En dat is een uur vlog. Oh. Ja, soms, je ziet het wel, soms stress ik ook wel daar rond mijn vlogs. Ik geef dat ook eerlijk toe. Omwille van, ik wil het ook altijd tijdig en al kunnen afleveren voor jullie. Want het is niet leuk als jullie ook eens moeten wachten weer al op een vlog en dan. Oké, maar ik hou jullie wel op de hoogte met de short movies. Dus ja, meer kan ik niet doen, hè. En ik heb nog iets heel moois gekregen. Yay! Maar die is veel mooier dan die, hè? Wow. Voilà. Twee keer. Dankjewel. Voilà, ze. Maar en deze gaat nu richting bedje in. Ik ga echt slapen. Ik ben moe. Morgen pas, morgen vroeg. Hopelijk, als die klaar is. Ik begin met deze vlog. Nog gauw in elkaar te steken, 's morgens vroeg. Jee. Leuk is anders. Leuk is echt heel anders. Voilà. Maar ja. Dan wou ik ook nog eens even nog iets zeggen ook over Discord. Kijk, ik heb nu dus de aankondigingenkanaal aangemaakt. Dan heb je hier ook nog het archief.
waren dus dan vroeger heel veel, dus dat was vroeger de chat topic. Dus dan, je kunt nog alles terugzien, dus ik haal niks offline. Ik haal echt niks offline, dat ziet je. Ik ben nu al, eens even kijken, hè. Ben dan terug aan het scrollen, hè. Jullie zien het. Oh my fucking god. Tot welke datum kan ik terugscrollen? Daar ben ik wel eens benieuwd naar. Er is redelijk veel gezegd geweest. Zie dat maar eens gaan, mensen. Halleluja. Is er dan echt zoveel gechat geweest? Ik zie heel veel keer EXO-afbeeldingen binnenkomen. Vlaamse strijder heb ik nu ook nog eens gezien. Oh my fucking god. En ik bleef maar scrollen en scrollen en scrollen en scrollen en scrollen. En dat bleef maar gaan, hè. Dat bleef maar gaan. Oké, ik zit al aan. Ik zit nu van boven. Oh, jong. 13.08.2023. Dat is eigenlijk nog niet zo lang geleden. Dat is nu bijna nog geen jaar geleden. Damn you. Bam 2020. Wie was dan de tweede chatter daarop? Bear Force One. Dan Evelien. Dan Klukie van Flanel. Klukie van Nel. Zit hier ook nog altijd op? Ja. Dan hebben we nog Seaman. Oh my god. De DC, Paul 11-jarig, Pokémon Go, Willy, Timber, Peterken, oh my god, Juicy HD, noem maar op man, zijn wel veel mensen, ja. Ik heb redelijk wat moeten terugscrollen, dus je ziet dat, daar is niks niet verwijderd, niks. Dus je kunt alles zo wat terug herbekijken. Dus als jullie dat ook willen op mijn Discord. Voilà. Ik ga nu slapen. Echt waar. Yo.